Hallo en welkom bij deze speciale editie van Kippenvelmomenten. Ik heb net een boek gesigneerd. Het is een van mijn allerlaatste exemplaren. Het boek De Dunne Lijn, misschien heb je er wel eens iets over gehoord. Het is momenteel niet meer te verkrijgen, dus een van mijn laatste exemplaren kan jij winnen als je straks in de comments schrijft waarom je dat boek graag zou winnen en natuurlijk ook als je abonneert op dit kanaal. Goed, we gaan er tegenaan mensen. Wat ik met jullie wil doen is, ik wil een aantal vissen met jullie bespreken die bij mij voor een flinke dosis kippenvel hebben gezorgd. En aangezien mijn karpenvissen al teruggaat tot 1980, vond ik het aangewezen om zowel een paar vissen eruit te lichten van mijn eerste karpervisperiode tussen 1980 en 1994 en er ook een paar vissen bij te stoppen van mijn recentere karpervischarrière die begon in 2016 opnieuw. Dus ik ben eigenlijk bezig aan een tweede carrière als karpervisser, voor zover je van een carrière kunt spreken in het vissen, mensen. Trouwens, het is al niet meer mijn tweede carrière, want tussen die twee episodes karpenvissen door heb ik van alles gedaan. Ook wedstrijdvissen, zeeltvissen, barbeelvissen enzovoort. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan naar een eerste kippenvelmoment toewerken. En dat is een moment uit 1990. Maar eigenlijk begint het verhaal dat daartoe leidt eerder, namelijk in 1987. Toen ik voor het eerst naar Frankrijk trok. Het eerste water waar ik op terecht kwam in 1987, dat was de samenvloeiing van de Seine en de Yonne in de buurt van Montereau. Daar was een hele grote vis gevangen, tenminste die geruchten gingen. Later zagen we ook de foto's. Dus het was niet al te ver weg en dat was het eerste waar we op focusten, op die Seine. Ik neem jullie mee naar een hoogtepunt, dus een kippenvelmoment via een introductie, een inleiding. Ik blader even door de foto's, dus de allereerste sessie op de Seine. We vingen meteen vis. We vielen eigenlijk wel meteen goed, maar achteraf gezien viel dat dan toch een beetje tegen. De eerste sessie was beter dan wat erop volgde. En uiteindelijk ben ik via een Parijzenaar die daar een zomerhuisje had aan de Seine, ben ik eigenlijk in een stroomversnelling terechtgekomen omdat die man zei van kijk, op deze strook hier zit behoorlijk wat karper. Ik denk dat je het hier eens moet proberen. Dus dat was ja, wat ik jullie nu toon. Dat zijn Seinevissen uit 1987, 1988. 1989 ook, dus ik blader gewoon even door het album. Ja, dit zijn foto's die van op die stek genomen zijn waar ik het meest heb gevist. Dat was een avontuur, een fenomenaal avontuur, want je wist echt niet wat je kon verwachten op zo'n grote rivier. Er was nauwelijks eerder op karper gevist, dus op zich is dat al een hele kippenvelperiode als het ware. Terwijl ik op die Seine bezig was en op dode armen en op plassen die ermee in verbinding stonden en zo, was ik ook wel een beetje gaandeweg geïnteresseerd geraakt in de Yonne. Die twee rivieren die vloeien samen in Montereau en worden dan Seine, maar voordat ze Montereau bereiken zijn het eigenlijk twee aparte rivieren. En ik ben dan ook wel wat op de Yonne gaan zoeken en peilen en wat gaan vissen. Dit zijn trouwens ook al vissen van de Yonne. En op een bepaald moment kom ik in een situatie terecht op de Yonne waarbij ik een supersteg vind. En kijk, dit zijn foto's van die eerste vis waar ik het over wil gaan hebben. Foto's zijn niet zo goed in mijn album, dus de kwaliteit is beter van de foto in mijn boek, dus gebruik ik deze even. Het gaat over deze vis en nu ga ik echt in detail vertellen hoe ik tot de vangst van deze voor mij toch een heel bijzondere vis ben gekomen. Het is een vis die je misschien eerder al gezien hebt in mijn boek of op de cover van Monkey Climber of op de cover van een VBK magazine. Er was veel te doen over die vis destijds. Maar ik denk dat het de moeite loont om even heel erg in detail te vertellen hoe die vangst tot stand is gekomen. Want ik moet zeggen, ik herinner me elk detail alsof het vorige week gebeurd is. Dus zoals gezegd, ik was bezig op de Seine. Af en toe is ook eens een dagje of een nachtje op de Yonne.
En ik was er ook behoorlijk wat gaan peilen. En de stek die er voor mij uitsprong... Eigenlijk een stek, als je al langs het water komt, waarvan je zegt van... Kijk, dit moet het zijn. Dit is zo fantastisch. Want het is een plaats waar de Jonne een heel stuk eerst smal is en wat bochtig. En dan opeens wordt die Jonne wel 3 keer zo breed. En heb je als het ware een enorme grote baai. En toen ik daar ging peilen... Dan schreeuwde die stek ook gewoon karper. Niet alleen, ja, dat kon je zo zien dat dat een goede stek was. Maar als je dan ook nog de topografie zag, hoe het er onder water uitzag, dan wist je van, wow, dit hier wil ik vissen. Het probleem is dat ik 2 keer naar die stek toe reed vanuit België, specifiek om daar te vissen. En dat die stek 2 keer bezet was. En dat verbaasde mij ook niet, want elke karpervisser die langs de Jonne reed, die wou op die stek gaan vissen, sowieso. Dus een keer bezet door 2 Nederlanders, dan nog een keer bezet door een Belg. Het begon toen allemaal stilletjes aan wat drukker te worden daar in die buurt. Maar toen ik de 3e keer aankwam op die stek, samen met Ronnie de Grote was dat toen, toen was ze vrij. En Ronnie zei meteen van, ja kijk, je wacht al zo lang om op die stek te kunnen vissen. Ik ga mij hier niet in mengen, zet je rustig op die stek. Ik ga wel 100 meter verderop zitten en we zien wel wat er gebeurt. Nu, om het verhaal te begrijpen, moet ik even beschrijven hoe die stek er onder water uitzag. Dus je had de vaargeul en die was dan opeens veel breder. En die kwam eigenlijk zo tot op 1,40 meter van waar wij gingen zitten vissen. En die stek die is dan bekend geraakt als de rattenstek. Sommigen van jullie hebben er misschien al van gehoord, want het was een zeer populaire stek in die tijd al. En eigenlijk... Ja, mag ik niet zeggen in die tijd. Eigenlijk daarna is die stek snel populairder geworden. Omdat er steeds meer mensen gingen vissen op die Seine en de Jonne. Dus even terug naar de hoofdlijn van het verhaal. Vaargeul wordt plots heel veel breder en dan loopt het traagjes op. En dan plots heb je een talu eigenlijk heel steil, bijna verticaal. Waar het water plots 2 meter ondieper wordt. En dan heb je nog ongeveer 30 meter ondiepte tot aan de kant. Heel riskant om te bevissen. Omdat je natuurlijk met zo'n steile wand zit. En overal waar iets in het water ligt, in die rivieren, daar zitten mosselen op. Dus je weet direct van, dit wordt heel link om dit te bevissen. Maar goed, ik even nagedacht hoe ik het ging aanpakken. En 2 hengels maar gevist. Je mag er 4 vissen, maar slechts 2 hengels. Voorzien van een flinke, sterke voorslag. En 1 hengel viste ik dan 1,15 meter achter die drop-off, zeg maar. Achter dat steile talu. Je mocht er natuurlijk niet te kort achter vissen, want dan was je sowieso kapot als je een beet kreeg door de scherpe hoek. Dus wat verder... erover en de 2e hengel helemaal in de vaargeul, dus behoorlijk ver, dus op een afstand of 60 of 70 van waar ik zat. Bon, nu begint het verhaal pas echt. Ik moest dit schetsen om jullie omdat jullie zouden begrijpen wat er precies aan de hand was en waarom ik zo viste. Het was een heel bijzondere sessie. De sfeer was heel beladen, eigenlijk de hele tijd. Want 's avonds regende het non-stop, alles was kletsnat. Maar toch ging er een soort spanning in de lucht. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Hè? Maar toen dus de regen stopte op een gegeven moment, dat was toen 11:00 denk ik. En de volle maan kwam tevoorschijn en alles... lag te glinsteren en te fonkelen. Alles was kletsnat en dan dat licht van die volle maan erop. En in tegenstelling met wat je meestal hebt bij volle maan, was de natuur toen zeer actief. Alles scharrelde, ratten waren aan het vechten, aan het scharrelen. Je hoorde overal in het struikgewas, hoorde je wel iets. Heel veel visjes die aan de oppervlakte kwamen, speelden, sprongen, rolden en zo, met brasems, voorns. En plots komt er een hele grote vis uit het water. Pal waar ik lig. Met die dichtste hengel. En het was niet springen, het was gewoon echt rollen. Maar de deining die dat veroorzaakte, die liet er echt geen twijfel over bestaan, dat dit echt wel een serieuze vis was. En ik denk 15 of 20 minuten later krijg ik een beet op die dichtere hengel. Ik pak de hengel op.
redelijk voorzichtig, omdat ik wist dat ik over dat talu lag te vissen. En eigenlijk was het voorbij na 10 seconden. De vis gaat zijwaarts weg en ik voel de lijn schuren en ik wist meteen van ai, 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 ik zit vast achter dat talu en een pats was het al voorbij. De voorslag gewoon een heel stuk gerafeld en kapot. Nu, jullie kunnen zich waarschijnlijk wel voorstellen hoe ik mij voelde. Je weet dat het een hele grote vis was. Je hebt die vis zien rollen, daar ga je toch van uit. En je voelde ook dat die vis heel traag op gang kwam. Dus ik was kapot. En Ronnie kwam mij wat troosten en zo. En ik had geen zin meer om te vissen, maar toch weer die hengel opgetuigd. En 10 meter van dit en 10 meter van dat, alles wat we bij hadden dat kon dienen, moest ervoor zorgen dat die voorslag langer werd en beter bestand was tegen die richel. Want ik wou weer daar gaan vissen waar die beet vandaan gekomen was natuurlijk. Goed, alles weer in positie, een beetje hervoerd. Ik lig op de bedchair. Overal gescharreld, de ratten die zaten tot in mijn tent, onvoorstelbaar. Ik had er zelfs één die los over me heen liep terwijl ik op de slaapzak lag. Er hing een soort spanning over die situatie. Heel moeilijk te beschrijven, maar er hing echt iets in de lucht toen. En de vissen die waren actief, nooit meegemaakt in die mate bij een volle maan. En toen ik weggedommeld was, in slaap gesukkeld was, komt er toch weer een beet. Heel traag. Echt zo. En sneller dan dat ging hij niet. Dus hop, de tent uit. Voorzichtig de stok oppakken. De stok zo hoog mogelijk tillen om zo weinig mogelijk kans te hebben om contact te maken met die richel. Heel voorzichtig in mijn boot gestapt met de stok helemaal boven mijn hoofd getild. En zo heel zachtjes, zonder echt druk te zetten, want die vis die ging niet echt snel, die zwom op zijn gemak weg, alsof hij niet wist wat er aan de hand was. Heel voorzichtig, dus mij beetje per beetje met de hengel naar de vis toegetrokken. En er ging een enorme zucht van verlichting door mij toen ik die plaats van die richel voorbij was en in open water was. En toen begon het pas. Die vis die zwom gewoon door. In die vaargeul gewoon rustig. En die bleef maar zwemmen. En dat was hetzelfde tempo, dat was niet snel, dat was niet traag, dat was vastberaden en dat voelde heel zwaar aan. Op een gegeven moment passeer ik in mijn bootje, in dat heldere maanlicht, passeer ik de stek van Ronnie de Grote. Die stond aan het water. Die kon nooit weten dat ik een beet gehad heb, maar achteraf vertelde hij mij dat er zoveel spanning in de lucht hing dat hij niet kon slapen. Dus die stond dus daar op de oever terwijl ik door die vaargeul met mijn boot heel traag daar voorbij passeerde. En ik weet nog dat hij zei, we gaan er naartoe misschien? Ja. En ik zeg, man, ik weet het niet, maar ik heb er iets vast waar ik geen vat op heb. En even nog, ik herinner me dat ik even nog dacht van, dit moet een meerval zijn. Dit kan niet anders, dit is een grote meerval. En je voelt zo licht die teleurstelling. En hoe meer je daarop focust, hoe meer je gaat denken van, dit vecht niet als een karper, dit moet een meerval zijn. En die vis, die ging het talu op even, die ging ook onder de takken door op een gegeven moment. Dus die was uit de vaargeul gekomen, was naar de kant gekomen, precies zoals die wist dat daar takken over het water hingen. Ging daaronder door, ik moest mijn gezicht beschermen, doordat die takken anders mijn gezicht striemden. En geloof het of niet, maar die vis is zeker nog 50 à 100 meter doorgezwommen. Voorbij waar Ronnie zat. En die volgde op de oever. Volgde mij mee. En op een bepaald moment voelde ik die vis stilvallen. En heel licht omhoog komen. En beetje per beetje kon ik die vis omhoog pompen, omdat hij het toeliet gewoon. Die ging bewegingsloos in het water. Die legde zich op zijn flank aan de oppervlakte en ik kon hem scheppen zonder meer. En ik tilde hem in het, ik kwam in het net, hij verroerde geen vin meer. Ik kon die gewoon zo, de armen uit het spreiderblok, of uit het spreidblok trekken van de landingsnet, mijn net oprollen en die vis gewoon in de boot tillen en die gaf geen krimp. En die gaf ook geen krimp toen ik terugroeide naar de plek.
Die lag daar alsof hij dood was, gewoon in die poot. En dat is een beeld dat me altijd zal blijven. Gewoon die kracht en dat precies dat zelfverzekerde van die vis, van heel rustig van. Ja, het was zo anders dan om het even welke andere drill die ik in mijn leven meegemaakt heb. Het was veel trager, veel vastberadener, veel minder paniekerig. En ja mensen, dat was deze vis. De meesten zullen hem al gezien hebben zoals ik in de inleiding zei, maar ik heb nooit eerder het verhaal van die vangst verteld. En ik heb ooit wel aangekondigd dat ik dat ooit eens ging doen. En kijk, het heeft, hoe lang is dat inmiddels? Ja, 32 jaar geduurd en daar is het verhaal dan toch. Ik vond het een goede gelegenheid, die kippenvalmomenten, om hem hierin te stoppen. Voilà, dat was het eerste verhaal. Die vis is trouwens nooit meer opgedaagd. Ik heb nooit nog een foto van die vis gezien. Ik moet er wel aan zeggen, veel van de seinevissen en de jonnevissen uit die buurt zijn er afgevangen om een aantal betaalwateren daar in de buurt mee vol te stoppen. En deze vis is nooit opgedaagd. Nooit. Nooit heb ik die nog teruggezien. Ik ken ook niemand die die vis ooit nog gezien heeft op foto. Want heel veel mensen kenden die vis echt wel via mijn boek. En via de andere publicaties waar ik op de voorpagina had gestaan. Maar nooit is die vis nog boven water gekomen volgens mij. En ik ben echt heel blij dat zo'n majestueuze vis nooit zijn laatste jaren heeft moeten slijten op ergens een putje dat als betaalwater wordt geëxploiteerd. Deze vis, daar wil ik het nu over gaan hebben als kippenvelmoment. Het is een vis, ja, ik heb nog vissen van dat formaat gevangen. Het is niet omdat hij speciaal groot was, maar het zijn de omstandigheden waarin ik hem heb gevangen die ik even wil schetsen. En dat is misschien wel het gevaarlijkste en ook het meest avontuurlijkste wat ik ooit in het karpenvissen heb gedaan, namelijk deze vis drillen. En ik ga jullie nu vertellen waarom dat zo is. Even toch er doorheen lopen door de vissen. Je ziet Faria Dorian, die windperiode, dat was echt fenomenaal. Wat we daar hebben gevangen, en dat was allemaal in één seizoen, dat was in 4 of 5 sessies dat ik daar gevist heb. Dus ja, hopen mooie grote vissen. Ik doe dat niet om op te scheppen door mensen, maar het is gewoon om aan te geven wat wij in die periode beleefd hebben. Hè. Dit was ook een heel bijzondere vis, niet alleen omwille van zijn formaat, maar door de omstandigheden waarin ik hem heb gevangen. Daar ga ik het straks ook heel kort nog even over hebben als nog een extra kippenvalmomentje. Maar goed, terug naar de vis waar ik het specifiek over wil gaan hebben. Dat verhaal staat ook beschreven in mijn boek trouwens, mensen. Het verhaal achter de vangst van deze vis. Voor zij die het gelezen hebben, mijn excuses. Maar dit moet er voor mij in als kippenvalmoment. Dat kan ik niet gewoon. Dat kan ik niet doen als jullie snappen wat ik bedoel. Want het is een van de meest memorabele herinneringen die ik gemaakt heb in het karpenvissen. Goed, even de situatie schetsen. De eerste keer naar Lac de la Forêt d'Orient. De allereerste keer. Ik had er wat rondgelopen. Wel s'nachts ook eens aan het water geweest, een keer of twee om te luisteren of we vissen hoorden, springen of wat dan ook. En ik moet zeggen, ik had eigenlijk niks om me op te baseren. Ik had geen enkel teken van karper gezien op Forêt d'Orient toen ik daar rondliep. Nog overdag, nog s'nachts. Een keer met Ronnie de Grote, een keer met Guy Snouwaard. Niets hebben we gezien toen, een teken van karper. Toch, toen we naar een bar tabak gingen, hingen daar een paar foto's van vissen aan de muur van karpers. En dat bevestigde wat we eigenlijk al vermoeden, dat ze er wel degelijk zaten. Goed, ter zake. Met Jeff van den Hoven voor het eerst naar Orion gereden, allereerste sessie. We vielen echt, zoals ze in België zeggen, met onze god in de boter. Want we zaten meteen vol in de vis. En we vingen een serie kleinere vissen, dan kwamen de grotere vissen. Jeff had een vis van 23 kilo en nog wat, een vis of 25 kilo, dan nog een 28 kilo. Ik had ook een aantal 40ers die sessie. Maar deze vis, daar is het om te doen, mensen. En waarom? Wel, hier komt het verhaal. We hadden ons al een ongeluk gevangen aan vissen. We hadden een flink aantal vissen, maar de ene batterij was leeg.
Jeff had die naar een plek gebracht waar twee Nederlanders zaten te vissen. De eerste karpenvissen die we daar zagen trouwens. En zij hadden daar een huisje, een chalet. En daar konden wij onze batterij laten opladen. Dus Jeff had die weggebracht. Was teruggekomen en we waren aan onze tweede batterij bezig. En op een bepaald moment was die ook leeg. Dus dan moest Jeff met die tweede batterij weer naar die chalet. En ja, we hadden maar 2 of 3 hengels meer te water. Maar ik heb nog even getwijfeld om die hengels binnen te halen. Want wat je niet wou, dat was in dit soort omstandigheden de boot in moeten bij een run. Terwijl je geen motor beschikking hebt, omdat de batterij leeg is. En precies wat niet mocht gebeuren, gebeurt natuurlijk wel. Want er lag zoveel vis in die hoek. Het was geen ontkomen aan. En ik moet zeggen, ja, het waren een paar momenten. Op een gegeven moment had ik toch echt wel spijt dat ik die hengels niet uitgedraaid had. Want nu moest ik dus het sop op in een Zodiac van 3 meter lang, zelfs misschien iets meer, 3 meter 20 of zo, zonder motor, moest ik tegen de wind in, door golven die wel 70 centimeter hoog waren, en ik overdrijf echt niet, mensen, want zodra ik in die boot zat, sloegen de golven gewoon over de boeg van die boot, de hele tijd. Ik was, na 20 seconden was ik kletsnat, drijfnat. Maar er was geen andere optie. Ik had kunnen mijn lijn doorbijten of zo, maar daar had ik geen zin in. Ik zeg, kom aan, we gaan ervoor. Ik heb dan mijn zwemvest, mijn reddingsvest, heb ik dan toegefrutseld met één hand, terwijl ik een andere hand die stok vast had. En ik moest naar die vis toe. En dat duurde een eeuwigheid. Waarom? Dat schoot maar niet op, want ik moest mij tegen die wind intrekken naar die vis toe. En uiteindelijk is die vis veel meer naar mij toegekomen, nadat die uitgeput was, dan dat ik die vis genaderd ben, bij manier van spreken. Maar goed, zaten we op een bepaald moment in een situatie waarop die vis helemaal moe is, aan het oppervlak ligt, maar ik krijg hem niet geschept. En waarom krijg ik hem niet geschept? Omdat elke keer dat die vis dicht genoeg bij de boot is en ik mijn schepnet vooruit steek om hem te scheppen, dat die boot door de wind weggeduwd wordt van die vis en dat elke keer die stok weer plat getrokken wordt en ik dan weer van nul af aan moet beginnen, schepnet neerleggen, met 2 handen in die stok gaan hangen om die grote boot weer te verenigen met die vis. En op de duur kon ik geen 2 kilo meer tillen. Ik was pomp af. Mijn armen waren zo lam als wat en ik had nog altijd geen vis in het net. En, tot overmaat van ramp, op een bepaald moment voel ik iets. Ik kijk achter mij en ik zie dat het schepnet overboord gegaan is. En het laatste stukje steel, het uiteinde van de steel, had ik nog net te pakken buiten de boot. Of ik was het schepnet ook nog eens kwijt geweest. Ik probeer je die situatie voor te staan. Ondertussen drijven we af. En niet naar mijn stek, maar naar die richel toe. En dat was even weer. Dat was al de hele tijd paniek, mensen. Geloof me, dat was een half uur paniek toen. Maar de paniek nam nog toe omdat ik zoiets had van, kijk, ik ga die zeker verspelen, want ik ben aan het afdrijven naar die richel. En voor die richel, daar staat het wier tot op 5 meter, van 5 meter diepte tot aan de oppervlakte. Ik ga vastlopen in het wier en ik kan die vis daar nooit of te never scheppen. In dat wier. Dat gaat nooit lukken. Uiteindelijk haal ik de hengel uit elkaar. Ik laat het topdeel langs de lijn naar de vis afglijden. En nu kon ik pas echt wel kracht zetten. Dus gewoon het achterste deel van de hengel met 1 oog, het startoog, tussen die vis en mij, trek ik de boot en die vis weer samen. Ik neem het schepnet. En ik slaag erin om die vis te scheppen en die lag alweer maar half op het net, op het koord, omdat ik alweer aan het wegdrijven was van de vis. Ja. Toch trek ik en die valt, die komt in het net terecht. Ik heb een kreet geslaagd, de mensen, toen. Ik denk dat, zoals ik het ook in mijn boek beschrijf, ik denk dat alle everzwijnen in het bos rondom Forêt d'Orient op een lopen gezet hebben. Zo'n oerkreet van, ik heb hem. En wat een verhaal. Maar, dan was ik er nog niet. Want ik kon niet. Allee, ik was helemaal weg van waar onze stek was en zo. Ik heb me laten afdrijven tot in het wier. Dan heb ik al ploeterend. De vis had ik natuurlijk ondertussen aan boord genomen. Dus ik heb net opgerold, bij mij in de boot gelegd. Op onthakingsmat. Want er lag altijd een onthakingsmat in de boot bij ons. Was ook groot genoeg ervoor. Ik kon er 2 in leggen. En ik liet me afdrijven tot in het wier. En toen ben ik al ploeterend
met wat roeiriemen door dat wier en met de hulp van de wind uiteindelijk beland tot op een plek waar ik met een schepnet voelde van hier kan ik net recht staan. En voor mij moet het behoorlijk ondiep zijn door mensen om in het water te kunnen rechtstaan. Dus ik was echt helemaal afgedreven tot aan die richel. Dan ben ik uit de boot gestapt en heb ik de boot achter mij aangetrokken. Maar ik heb eerst de vis natuurlijk weer in het water gehangen, in dat landingsnet, dat aan de boot bevestigd. Maar dat schoot niet op, dat ging niet vooruit. Dat ging niet. Dus ik moest de vis elke keer in de boot leggen. En een eind stappen en dan die vis weer uit de boot tillen om even te laten ademen in het water. Weer in die boot, weer die boot achter mij trekken door het wier. En uiteindelijk, mensen, ben ik toch weer op onze stek aanbeland. Nadat ik weet het niet, 200 meter die boot achter mij aangesleept heb, door het wier heen gesleurd heb onder de kant. Ik heb die vis in een zak gestopt. Ik heb me neergezet en op dat moment kwam Jeff eraan met de batterij. En ik ben blij dat ik op de kant was toen Jeff eraan kwam. Want wat moet hij niet gedacht hebben toen als hij daar was aangekomen en zag dat er een hengel weg was, dat de boot weg was en dat ik nergens te bespeuren was. Dus gelukkig dat ik al op kant was toen hij eraan kwam, net. En het was zonder woorden. Hij keek naar mij, ik keek naar hem. Hij zag die 20 centimeter water die in de boot stond en we zijn allebei in lachen uitgebarsten. Nog één vis waar ik eigenlijk heel kort kan over zijn. In mijn boek noem ik deze vis hier. Was een vis van meer dan een meter. De Orient Express. Dit was een gruwelijke drill. En dat was ook was in het holst van de nacht. Ik denk om 2:30 als ik mij goed herinner. Want dat zijn dingen die bijblijven hoor. Dit soort, weet je zelfs nog het uren en wat er precies gebeurt. En zo, dat staat echt in je geheugen gegrift. Zelfs dat ben je, zelfs al is het 33 of al is het 30 jaar geleden wat ik nu vertel. Die vis, dat is ook de enige karper die tijdens de drill, dus ik zat met de boot op het water, ongeveer, ik had hem gehaakt op 150 meter. Ik denk dat ik al 250 meter uit de kant zat tot ik er überhaupt boven raakte, boven die vis. Heeft de boot ook weer een heel eind op sleeptouw genomen. Dat was mijn boot, die was een beetje kleiner dan die van Jeff. Hè. Dus die was wat beter te manoeuvreren en zo, maar goed, dat is een detail. En deze vis, en daar wil ik nu naartoe, die is tijdens de drill, die zat heel de tijd op de bodem en plots valt de spanning weg. En ik draai en ik draai en ik draai en ik krijg geen contact. En die vis springt 2 meter van de boot volledig uit het water. Die staat op zijn staart. Heb ik maar 1 keer meegemaakt in heel mijn leven. En dan niet zo'n een schupje van 5 kilo. Maar een vis van bijna 22 kilo. Die in het holst van de nacht op 2 meter van de boot volledig uit het water dendert. En dan weer terugvalt. En dan heel die hengel wordt dan onder het water getrokken tot aan het handvat. En dan begint die slip weer te lopen. Dat wil je meemaken. Dat ga je nooit meer vergeten, zoiets. Tot zover de periode met de analoge foto's. We gaan een sprong maken van meer dan 20 jaar. En nu eens een paar vissen behandelen die ik de voorbije jaren heb gevangen. En waar ik dus digitale foto's van heb. Ik heb geopteerd, ik heb er een soort thema van gemaakt. Ik heb geopteerd voor 4 schubkarpers die elk op hun manier bijzonder zijn. Qua uiterlijk of qua de manier waarop de vangst tot stand is gekomen. In sommige gevallen gaat het ook om vissen die heel zelden gevangen zijn nog maar. Dus die zijn altijd een beetje speciaal. De eerste vis waar ik het over wil hebben is voor mij een fenomenale schubkarper. De mooiste die ik gevangen heb, denk ik, qua grote schubkarpers. Hij heeft ook al een beetje in de spotlights gestaan. Stond op de cover van het VBK-magazine onder andere, maar is bij mijn weten nooit echt op de sociale media gepost geweest. Even schetsen hoe die vangst tot stand is gekomen. We zaten op een vrij groot water. Ik had er al wel op zeild geweest op dat water. En met vrij groot bedoel ik echt wel tientallen hectare. En ik was bevriend geraakt
In de loop van die paar jaar dat ik daar op zeeld viste met een karpervisser. En we hadden besloten om de handen in elkaar te slaan en een zone van het water in het najaar samen te bevissen. Pas op, ik kende het water wel wat, want ik had er in mijn eerste karperperiode nog gevist. Dus ik wist alles van topografie van de bodem enzovoort, enzovoort. En ik had trouwens een goede vismaat, want die kende het water als zijn broekzak. Dus goed, de handen in elkaar geslagen, zone uitgekozen waar we gingen op focussen. Regelmatig gevoerd en we visten daar samen, elke keer met z'n tweeën. We visten maar met twee hengels en we visten run om run. We wilden niet te veel druk op die stek zetten door vier lijnen door het water te laten lopen en zo. Dat was een optie omdat we wisten dat sommige vissen toch echt wel moeilijk te vangen waren daar. En we hebben een serie mooie vissen gevangen samen. Ik bespaar jullie foto's, we gaan focussen op die ene vis. En eentje ervan sprong er voor mij echt uit. En dat was de eerste keer dat ik daar alleen zat te vissen. Mijn maat kon niet mee die dag, maar die had gezegd van ja, ga jij maar op je eentje. Ik hoor het wel. En dat is nu net het bijzondere aan die vis. Hier komt hij. Mijn maat had mij de hele tijd te vertellen. Hij had daar de meeste vissen die daar zwommen, had hij wel al gevangen. Daar, hij was er al jaren bezig trouwens, op dat water. En er was één vis waar hij maar over bleef praten. De beauty schub, de beauty schub, de beauty schub. Dat was de enige echte target die hij daar nog had. Voel je het al komen, mensen? Voel je hem komen? Hier is hij. De eerste keer dat ik daar alleen zit en elke run voor mijn rekening mag nemen, vang ik die vis. En nu moet je weten, omdat we run om run visten, was dat normaal gesproken, indien hij er was bij geweest, een run voor hem geweest. En dan had hij zijn droomvis voor dat water gevangen. En ik ving hem. En dat, toen ik die vis zag, toen ik die op de kant had en zo, was ik gewoon van de kaart door de schoonheid van die vis. Dus puur de schoonheid van die karper, geen krasje erop. Nog maar een paar keer gevangen in zijn leven. Een vis waar mensen van dromen en dan vang ik die eigenlijk louter toevallig. En dan is er nog een speciaal getal, een speciaal iets wat die vis bijzonder maakt. Ik had een eigen aas ontwikkeld, want ik werd wel wat gesponsord door een aasfirma en zo, maar dat doet er hier niet toe. En ik was de hele tijd bezig met ingrediënten en dingen samenstellen en dingen testen en zo. En ik had een bolie samengesteld waar ik veel vertrouwen in had. En dat was de eerste beet die ik kreeg op die bolie, geloof het of niet. Wel, de eerste beet op serieus water. Ik had wel wat experimenten gedaan op klein water hier in de buurt om een paar aparte ingrediënten te testen en zo. En dat was een hele aanloop naar die bolie. En de eerste beet die ik kreeg wanneer ik echt die gebruik op serieus water, was deze vis. Dus ja, geef toe, alles kwam heel mooi samen in dat verhaal. Tweede vis waar ik het wil over hebben, is een vis die echt dat was waarschijnlijk de populairste targetvis in een straal van 70 of 80 kilometer van waar ik woon. Jaren aan een stuk, jaren aan een stuk. En dat was met diezelfde vriend, dat is trouwens een ander water waar ik het nu ga over hebben hoor, een totaal ander water. En was met diezelfde vriend waar ik op dat grote water mee had gevist in 2016, dat ik nu in 2018 een voercampagne opzette. En waar we ook weer samen visten, run om run. En we zijn begonnen te vissen daar in het najaar van, ik denk 2016. Nee, sorry, ik ben mis. 2017 of 2018, ik zou moeten kijken. Doet er verder niet toe. En we vingen een deel van de populatie, maar we waren zeker nog niet rond, want we hadden daar eigenlijk enkel gevist in oktober en begin november. En mijn maat had die schubkarper, waar ik zo gek van was, een vis van 26 kilo, ook, nee 25,5 kilo om precies te zijn, echt een blok van een schub, die had hij gevangen. En die vis die kwam er wel af en toe uit, maar het is toch nog maar de vraag of je die vis dan het jaar nadien op datzelfde aas nog gevangen krijgt. En om het kort te maken, ik heb hem uiteindelijk ook nog gevangen, die vis. En dat gaf mij zo'n enorme kick, omdat dat een van de twee vissen was waar ik daar eigenlijk nog op zat te wachten op dat water. En dat hij dan toch komt,
weer toch op datzelfde aas en zo. En wat ook wel een beetje bijzonder is aan dat verhaal, en dat is nu geen kippenvel moment, maar wat we daar gedaan hebben was toch echt wel speciaal. Want men ging ervan uit dat er op dat water 6 veertigers zwommen, waarvan er 2 vijftigers waren. En uiteindelijk hebben wij samen, mijn maat en ik, 12 verschillende veertigers daar gevangen. Dus dat wil zeggen dat we het wel verdomde goed aangepakt hadden. Maar dat was voor mij het kippenvalmoment uit die serie vissen, dat die grote schub alsnog kwam. Mensen, ik heb in heel mijn leven nooit een targetvis gehad. Zelfs niet toen ik Rambo ving als Benelux-record van 27 kilo in 1991. Dat was zelfs geen target. Ik viste op het Kempisch Kanaal en als die kwam, kwam die. En als die niet kwam, kwam die niet. Maar dit is het dichtst dat ik ooit heb gezeten bij een target. En dat was die schub. En dan kreeg ik een enorme kick van dat hij dan toch nog een tweede keer kon vangen. Allee, dat hij dan toch nog een tweede keer eruit kwam op dat aas. Goed. Derde verhaal. Weer een schubkarper. Weer een flinke 23,6 of zoiets woog hij of zo. En een heel speciale vis. Qua achtergrond. En qua bouw en zo. Dat is een schubkarper, een lange schubkarper zoals je kunt zien. En die vis, het is op een stuk kanaal. En ik wist van het bestaan van die vis niet af. Dit kwam als een complete verrassing. Ik dacht echt wel te weten wat er daar rondzwom aan grote vissen. En dat was uiteindelijk ook de zwaarste vis die ik daar heb gevangen. Dus ik had daar wel een aantal veertigers, maar een schubkarper van 23,6, dat was het laatste waar ik aan dacht op dat water. Want dat zat er niet gewoon. Die zwom daar niet, want dat was een stuk kanaal van 4 kilometer dat heel erg druk bewist wordt door karpenvissen. En al jaren aan een stuk, dat gaat al terug tot de jaren 80, dat het daar druk is. En dan vang je zo'n vis waarvan je niet weet dat hij er zit. Je gelooft gewoon niet wat je ziet in het schepnet. En wat die vis zo bijzonder maakt, dat zie je op de foto. Je moet eens kijken, heel goed kijken naar de bek van die vis. Dat is niet een uitstulpbare bek, maar een voorstandige bek, zoals van een voren. Dat wil dus zeggen dat die vis, als hij wil azen op de bodem, op boilies, op paarden of zo meteen wat, als het ware op zijn kop moet gaan staan om te azen, want hij heeft geen uitstulpbare bek. Dat kun je dus goed zien. En dat was effectief ook zo, want dat heb ik goed bekeken. Samen met Chris de Klerk trouwens, want die is toen langsgekomen om foto's te maken van die vis. Een zeer bizarre vis. En volgens mij is dat ook de reden waarom die vis niet werd gevangen. Omdat die op een heel speciale manier aast, dus op zijn kop moet gaan staan volgens mij om die bolies te kunnen oppakken. Of van een eindje moet aanzuigen om ze in zijn bek te krijgen. Dat de reden is waarom die vis in tegenstelling met de andere grote vissen die daar zwemmen, niet gevangen werd. Nu moet ik zeggen, pas op, ook een fenomenale drill hoor. Want die was er ook naar gebouwd zoals je ziet. Hè. Een lange vis met ja... Een grote staart enzovoort. Echt een bak van een vis als je die ziet bovenkomen en je verwacht dat niet. Dat knikken de knieën, geloof me. En wat wou ik nog zeggen? Ach ja, achteraf. Die vis is dan op sociale media gepost bij een van mijn sponsors. En heel veel mensen zagen dat dat op dat kanaal was en konden dat maar niet geloven. Maar die kenden gewoon die vis niet. En toen is men gaan zoeken en uiteindelijk bleek dat die vis... 6 of 8 jaar eerder, ik weet niet precies, 1 keer gevangen was, ooit, op dat stuk. Dus die zat er al de hele tijd. En die deed niks anders dan de dans ontspringen. Fenomenaal, hè? Iets wat ik ook nooit ga vergeten. Want dat is, voor mij maakt dat een vis heel speciaal. Hoe minder hij al gevangen is, ondanks veel hengeldruk, hoe groter de kick natuurlijk die je krijgt. Want dan heb je toch iets goeds gedaan. Als je bevestiging wilt van het feit dat je goed bezig bent, zij het qua rechts of qua aas of wat dan ook, dan is dat wel de bevestiging waar je zit op te wachten. Hè? Als je iets vangt wat de anderen, hè? Ondanks... En als ik zeg druk bevist mensen, dan heb ik het over ja, op 4 kilometer 20 karpenvissers in het weekend bijvoorbeeld. Hè? Dat was geen uitzondering daar. Hè? Dus ik denk dat iedereen dat ook wel ziet als druk bevist. Hè? Goed, en tenslotte zijn we aanbeland bij de laatste vis. Zoals ik al zei, alweer een schubkarper. Een prachtige vis. Je ziet er zo maagdelijk uit als wat. En dat is ook weer niet
te verwonderen dat hij er zo makkelijk uitziet. Want kijk, dit is het verhaal. Ik zit na een schouderoperatie in 2021, zit ik een heel jaar thuis. Ja, de pees was af van die schouder. Ik heb dan ook achteraf nog een frozen shoulder gedaan en zo. Lang verhaal kort, ik had niet gewist dat jaar. En dan komt er plots een foto binnen van iemand van op het plaatselijk watertje hier. Van 3 hectare. Het is een gesloten water, je kan er niet op. Je hebt een sleutel nodig van het hek en zo. Dus het is inderdaad een beetje een geprivilegeerde bedoeling. Het aantal mensen dat daar mag vissen is beperkt. Maar iedereen kan zich kandidaat stellen. Je komt er wel maar in wanneer er iemand anders uitgaat. En er zijn nog een aantal vereisten, maar dat doet er hier niet toe. Dus een watertje dat ik al 8 à 10 jaar gebruikte om voor de sponsor producten te testen. Ja, op zichzelf in een feeder gevist en zo, om de reactie van vissen te zien, vloeistoffen, poeders enzovoort. Er zwemmen vissen rond die ik al 15 keer gevangen heb, mensen. En ik overdrijf niet. En het laatste wat ik verwachtte, dat is dat daar nog eens een vis zou uitkomen die niet bekend was. Maar geef nu toe, mensen, een watertje dat al 30 jaar behoorlijk bevist wordt. En dan komt er dan plots een vis uit van 1 meter lang, een schubkarper, die puntgaaf is en die niemand kent. En dat is precies wat er gebeurt. Ik kreeg een foto toegestuurd van een schubkarper en ik had zoiets, no way, dat kan niet, dat bestaat niet. Maar het viel niet te loochenen. Ik zag dat het daar aan dat water was. En dan gaat iedereen natuurlijk roepen van, ja, maar die vis is daar uitgezet door iemand en zo, want dat gebeurt niet eenmaal. Nee, vergeet het. Niemand kan daarop, op dat domein. En zeker niet met een vis in zijn armen, want je moet door een hek en dat is op slot. Dus die vis die heeft daar altijd gezwommen, heeft zich nooit laten vangen. Ja? En de eerste keer, geloof het of niet, dat ik ga vissen, dat was toen eind september, omdat mijn schouder voldoende hersteld was, dat ik misschien toch wel eens een vis van 20 kilo zou kunnen tillen, mocht ik er één vangen, ga ik naar daar en ik vang die vis. En dat is de tweede keer dat die eruit komt, op 6 weken tijd. En daarvoor nooit eerder. En geloof me, ik ken dat watertje goed genoeg om te weten dat er nog zo'n vis zit. Want ik heb daar 1 jaar of 6 geleden een schubkarper gevangen van 1,17 kilo. En die hebben we ook nooit meer teruggezien daarna. Dat was in, goh, ik weet niet, 2015, 2016, zoiets. Dus het kan wel echt, mensen. En dat zijn vissen waar ik een kick van krijg. Vissen die is quasi nooit gevangen en die jij dan toch kunt in de fout dwingen. Wel, die prachtige schub die, waar het hier over gaat, dat is van het bizarste wat ik meegemaakt heb in het karpenvis. Dat er een vis op zo'n klein putje zit, die er al zo lang moet zitten, die nooit gevangen is en die dan 2 keer eruit komt op 6 weken tijd. Dat moet iemand mij toch eens proberen uitleggen, want dat snap ik zelf niet. Dat was het, mensen. Dat is het einde van mijn verhaal. Ja, 6 kippenvel momenten met veel entourage en veel context. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik heb het met veel overtuiging en plezier gedaan. Dank u wel.